ga leren haken. Dus hier is de haaknaald. Esther Goedvolk is gek op haken. Op de Breien Haakdag deelt ze wol uit aan bezoekers van de beurs. Zelf geeft ze een workshop. En daarmee zamelt ze geld in voor de stichting Pink Ribbon. Elke steek komt één bloemblaadje. Oké. Okay. En ik denk dat het heel goed is om als vrouw op deze manier Pink Ribbon te steunen. Dus vrouwen steunen vrouwen. De organisatie van het jaarlijkse evenement zet zich graag in voor het goede doel. En dit keer hebben ze dus gekozen voor Pink Ribbon. Tijdens dit evenement zijn er sowieso heel veel stands waar je alles kan kopen op het gebied van haken en breien. Er zijn workshops die men kan volgen. Je kan leren haken. Dus we hopen gewoon met z'n allen deze 2 dagen gewoon heel veel geld in te kunnen zamelen. Esther heeft haar handen vol aan de workshop, want veel deelnemers hebben nog nooit gehaakt. Maar Esther doet het graag voor Stichting Pink Ribbon. Ze weet namelijk hoe belangrijk het is dat borstkanker goed behandeld wordt. Nou ja, ik heb aan de lijve ondervonden dan met mijn jongste dochter hoe ingrijpend kanker is. Dus of het nou een dochter is, of je kind, of een vriendin, of een ander familielid. Of, ja, ieder die dat meemaakt, dat is natuurlijk gewoon afschuwelijk. Dus er moet nog steeds geld naartoe. Morgen gaat de beurs verder en Esther hoopt op een mooie opbrengst.